kwam Jeffrey tegen. Je weet wel, die macho van het IFCO. We gingen naar het park. En dat werd natuurlijk zoenen. Ik wou het eigenlijk helemaal niet. Maar ja, hij zat zo te zeuren. En toen wou hij nog verder. Nou, zei ik. Hoeveel heb je ervoor over? Hoe bedoel je, zei hij. Gewoon geld? Toen heeft hij voor een tientje aan mijn tieten en mijn je weet wel gezeten. Ja, jeetje. Ik krijg ook zo weinig zakgeld. Ze vragen er zelf om. Toen we laatst bij Pico koffie dronken, heeft een vriend van mijn broer ons gezien. En mijn broer heeft het meteen weer aan mijn vader verteld. De lul. Mijn moeder woest natuurlijk. Ik mag alleen nog mijn huiswerk bij jou maken. En verder moet ik binnen blijven. Hij is zo schijnheilig. Ze moest dus weten wat hij allemaal uitspookt. Ik wou dat ik een jongen was. Mijn moeder heeft nachtdienst deze week. Dus we aten voor de zoveelste keer witte bonen in tomatensaus. Ik zeg, dat vreet ik niet. Zegt ze, als jij goede cijfers haalt, mag je er een eigen mening op nahouden. Ik zeg, wat heb jij dan voor een baan? Bejaarden hun kont afvegen. Nou, daar moet je slim voor zijn. Zij huilen. Bas en Bobby ook huilen. Het was weer eens een gezellige boel. Waarom lopen vaders weg? Wat is de schuld van Mehmet? Dat hij van Fatma houdt? Zo, innig. Innig? Ja, innig. Ik zeg het nog niet, innig. Ja, hij wel. Moet ik nou verder vertalen of niet? Ik ben helemaal niet veranderd. Het zijn de sieraden. De kleding. De beroemdheid. Dit alles haat ik. Laat alles aan kant. Ik heb altijd van je gehouden. Ik heb altijd op je gewacht. Weet je, zij is ooit bij mijn tante begonnen. Echt? Ja. En over 3 jaar zit de tweeling voor de televisie en dan kijken ze naar ons. Over 3 jaar? Volgend jaar. Ja. Moet je niet naar huis gaan, hè? We gaan nog even naar de kermis. Vind je ouders het wel goed? Ja. Roosje moet om 10 uur thuis zijn. Ik heb om 11 uur dienst. Hey, Roos, luister je wel? Dat wist je toch? Nee. Roos, kan ik op je rekenen? Roos! Ja! Ronaldo is leuk, weet je. Ik vind hem echt leuk. Ronaldo. Oh god. Roos, die dikke. Ja. Hij is helemaal niet dik. Dat zijn allemaal spieren en zo. Jij vindt geen één jongen leuk bij dit geval. Ze zijn ook leuk. Wat doe ik nou? Hopeloos geval, Roos. Wie? Ja, jij. Jij krijgt nooit een vriendje hoor, als je zo fris ziet. Principieel. Dat bedoel ik, als je zo moeilijk doet. Kom, we gaan naar de grijpeloosjes. Nee.
Oh, kut, Rauw, verlaten ze. 10 voor 10. Oh, kut! Oké, bid voor mij en ook voor jezelf als je in de helft komt. Kom, je hebt hier lippenstift. Oh, je gaat. Ga. Hé, hey, is er een mythische vachtkatholiek ook? Het pak mag aangegeven door de tekening. Die antwoord moet worden verwijderd. Annemle bu sabah yine kavga ettik. Ondan nefret ediyorum. Asla. Onun gibi olmak istemiyorum. Hayatını çöpe at daha iyi. Hayat mı onunki de. Daha sonra o arada Dani geldi ve parka gelir misin diye sorunca. Dur lan şunu. Kim bu Dani? Hı? Kim bu Dani? Jongen uit de klas, Nederlands. Ja, Nederlands, man. Oku hadi, oku, 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 çabuk. Onunla beraber parka gittim. Bana karşı tavrı iyiydi. Ben sana ama biraz... Şakırdan plakırık. Ne? Plakırık? Kleyfırık. Yapışkan, yapışkan. Leo! Hey. Oku! Bisikletlerin orada dururken beni şimdi öpecek diye düşündüm. Ama içimde ona karşı bir his yoktu. Aklıma gelen tek soru acaba bu öpüşme de Ayşer demir tadında mı olacak? Klautsak! Hey, kız! Durma. Utanmaz seni, arlanmaz! Kız rezil ettin sen beni ha? Senin sonun iyi değil Rana. Senin son iyi değil. Seni okuldan alacağım, eve kapatacağım. Neredeydin kız dün akşam ha? Erkeklerle miydin? Kız sana söylüyorum. Terbiyesiz. Sana söylüyorum buraya gel. Ne demiş sence ne yapıyor? Hala Hollandalı kızlarından çay içtiğini mi zannediyorsun sen? Ne? Ben senden utanıyorum. Şu haline baksana be. 60 yaşındaki kadınlara benziyorsun. Dünyada neler olduğunu bile bilmiyorsun sen. Haddini bilmez terbiyesiz. Kız gel buraya. Ay sorry ya. Ata. Ay bu senin kızı yalan konuşuyor ya. Evet erkeklerle fingirdeşiyor. Hep o orospunun yüzünden. Bak o Roz denen arkadaşla görüşmesini istemiyorum o kadar. Doğru mu kız bu duyduklarım? He? Annen haklı. Nere mag alles in het huis? Ik mag geen ene moer. Ben neden bir kız olarak dünyaya geldim anne? Tövbe de kız. Kız tövbe de. Seni yaradana hakaret mi ediyorsun ha? Tövbe de. Gut schepping. Allah kan dood vallen. Allah'ım sen bizi affet ya Rabbim. Sen bizi affet ya Rabbim. Cehennem ateşlerinden koru bizi ya Rabbim. En met Roos, daar spreek je ook niet meer mee. Nooit meer! Afgelopen! Ja, met Anneke? Ja, ze is er. Ik ben er over 10 minuten. Ja, sorry. Sorry, ik kom zo. Waarom doe jij dit, Roos? Je weet dat ik moet werken. Je weet dat ik de tweeling niet alleen thuis kan laten, stomme trut. Denk alleen maar aan jezelf. Denk toch een andere oppasser. Je bent net zo'n egoïst als je vader. Ik kan het niet meer, Roos. Ik heb oma Koos gebeld en die gaat morgen met je praten. Het gaat niet meer zo. Ik wil niet met die eikel praten. Ik heb haar niet gezien, man. Prachtig. Mooi haar. Mooi haar. Zie je. Ik heb haar niet gezien.
like you better, I bet you. Hayır güzelim, yok. Ya yok, ben buradan hiçbir yere gidemem şimdi. Ya yapma ya. Kalbimi kırma. Bak burada işler çok karışık. Güzelim bak. Sen de biliyorsun benim ne kadar çok İstanbul'da olmak istediğimi. Senin yanında olmak istediğimi. Ya bir dakika bekler misin? Tamam. Tamam. Ben de senin tamam. Bak İstanbul'a gelirsen bu geçmiş günlerin acısını çıkaracağız, tamam mı? Çat 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 çat. Tamam. Bay bay. Vandaag les tot 9 uur. Wat heb ik daarmee te maken? Ja, ik mag toch niet meer zonder jou alleen over straat? Moet ik de hele middag op jou wachten? Ik heb al een afspraak vanmiddag. Dat kan ik ook niet zo doen. Kut man. Waarom zit ik nou in godsnaam met mijn zus opgeschreven? Dat mag niet kut zeggen. Dat mag helemaal niet, hè? Zullen we gewoon over 10 minuten gaan? Ja. En deze ketting ook nog steeds mooi. Het is het mooiste cadeautje dat ik ooit van iemand heb gekregen. Internationale trein naar München en Wenen vertrekt van het spoor 4B. Hé, hey, Rani, het klopt niet. Het klopt niet. We moeten naar Istanbul. Ja, wacht. Maar weet je, dat klopt toch? We stappen over in Wenen, man. Zeker. Ja. Hoi,
Hebben jullie Rana gezien? Nee. Goedemiddag. Plaatsbewijzen graag. Alsjeblieft. Dankjewel. Het was een hele reis, dames. Vakantie. Ja, we gaan naar mijn tante. Die hebben een modellenbureau en dan gaan wij... Kijken jullie een beetje uit? Voor jou bedoel je. Goeie reis, dames. Er zit lipstick op je mond. Er zit wel vaker lipstick op mijn lip. Nou, je begrijpt wat ik bedoel, toch? Ja. Acht boterhammen en 2 appels. Ik ben blut. Heb jij nog wat? Tada! Ja, maar Roos, we zitten 3 dagen in de trein. Val het tenminste een beetje af. 3 dagen in de trein? Had je dat niet eerder kunnen zeggen? Ja, heb ik gezegd. Maar de dames en heren, in weinig ogenblikken, Bahnhof Emmerich. Ladies and gentlemen, in a few minutes, station Emmerich. Duitse grens! Dames en heren, over enkele ogenblikken, station Emmerich. An auf hinternehmen in über Unterbordzwischen! Boterhammen. Ik heb gewoon 4 boterhammen gegeten. Waarom heb je me niet tegengehouden? Ik eet anders nooit zoveel. Hé, zullen we die aanzien? Er zijn veel leuke jongens in dinges. Izmir. Ze willen allemaal met je naar bed. En dan dumpen ze je. Want ze willen allemaal met een maag trouwen. Wat gebeurt er dan met al die meiden die het voor hun huwelijk gedaan hebben? Tuurlijk niet, joh, gek. Denk jij nou? Lekker diep. Nee. Roos. Heb je zing een lied? Dat weet ik. Het klein ging alleen in die wijde welt hinein. Ze zingen schoon. Schoones lied. Ze zingen zeer schoon. Ze hebben een zeer schoones team. Ik zing zelf ook zeer gern. Het zweite team en zo. Ik wil zangeres werden. Zangerin. Oh, aber Filmster mag auch berühmt werden und so. Meine Freundin Rana ist schon ein sehr berühmter Filmstar. Nicht wahr, Ran? Oh, wir sind schon da, Vera. Schön. Wir haben den Anschluss an der S-Bahn in Richtung Flughafen. Planmäßige Abfahrt 15 nach 7. So, geht noch mal raus. Tschüss. Tschüss. Wat een mietje. Vreselijk, zo'n huismannetje. Jij wou zelf dat je zo'n vader gehad had. De broer van Rana. Gezorgd dat je ook. Is het bij jou?
Sen saçla uğraşıyorsun ya. Başka işin gücü yok mu senin? Sen kendi süsüne bak. Süslenmekten bizi gördüğün mü var ha? Bir piyano kaşıyım for middag. Oh ja. Ja, bedankt. En? Nee, daar is ze ook niet. Hey. Waar is Rana? Rana moet voorlezen. Rana, birazdan gelecek çocuğum. Rana zal vertellen over de trein naar Tante Mere. Hadi sen şimdi uykuya. Hadi çocuğum yat. İstemiyorum. İstemiyorum. Yok hadi çocuğum. Hadi. Rose da yok. Günayda da yok. Bu kız sana hiçbir şey söylemedi mi? Yok. Biraz fazla sıktık galiba biz bunu. Ha? Ne dedim? Ki. Belki Verane is. Ya? Fazla sıkmışız. Laf. Şimdi suç benim oldu değil mi Ata ha? Ben burada saçımı süpürge edeyim. Çocuklar biraz iyi yetişsin, What? Adam gibi olsun diye. Bütün suçu benim üstüme at sen. Ben de tek başıma şirket yönetiyorum. Senin sülaleye karnı doysun diye. Sülaleme laf söyletme Mata. Açtırma kutuyu, söyletme kutuyu yani şimdi. Ja. Okay. In ieder geval bedankt. Ze zijn na de pauze niet meer terug geweest. Bravo yani. Aferin sana. Ben de ne zannettim? Allah'ım sen bana niye ceza verdin böyle bir çocukla? Bakayım başlar bize. Now. Vertel eens wat heeft Rana verteld over de trein. Rana en ik gaan met de trein naar Tante Mere in Izmir. Oh ja? Wanneer heeft ze dat verteld dan? Morgen. Alleen wij tweetjes. Jullie mogen niet mee. Oh. Waar is Rana? Ja, die komt straks. Ga jij maar weer naar bed. Ja? Ben biriktirdiğim bütün parayı almış. Nerede para biriktirdin sen? Aman. 1000 lira biriktirmiştim. Yok ya sen Bengül'den mi biriktirdin? Evet. Ne olmuş? Kaç tane telefonu var ulan senin böyle? Aha. Mustafa. Güzelim. Yok. Yok şu anda konuşamam. Tamam ben seni sonra ararım. Hadi. Görüştük. İyi günler. Kim bu Mustafa? Hiç. Hı. İstanbul'dan bir arkadaşım. Hı. İstanbul'dan. Evet. Mustafa. Hı. Mustafa. 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 Kwart over acht. Mijn moeder is boos. Die mijn ook. En net hem? Die baas. Wat? Mijn moeder ook. Im Hinterzugteil zwischen der ersten großen Bahnklasse finden der Box Restaurant. Und ich bin das freundliche Team der österreichischen Speisebahngesellschaft gerne erwartet. Ik heb honger. Wat? Ik heb honger. Ik dacht dat Roos zoiets zou doen. Ik ben ook bijna nooit thuis. Ik ben er bijna nooit. Want ik moet altijd alles alleen doen. Maar bij u is dat natuurlijk allemaal heel anders. U zult wel denken wat een rare zin is dat. Sorry, maar mijn moeder praat geen Nederlands. You speak English. English? Deutsch? Ah, Deutsch ja. Ein bisschen. Bak şimdi, mijn broer was ja in Deutschland. Ay Atilla ya! Allah'ım ya, Allah'ım ya. Bu sabah İstanbul'a 2 bilet alınmış. İstanbul'a gittikleri kesin gibi bir şey Atilla. Ha? Aa, Nedim Almanya'daki istasyonlara da sordu. Dur sorayım. Nedim... Duisburg. Wiesbaden. Wiesbaden. En Bonn. Bir de Bonn'a sordu. Yok, hiçbir ses yok canım. Ha?
Yok daha tren istasyonlarının polisine sormadık. E canım niye polise soralım birdenbire? Keine Polizei, aber nicht. Nicht. Yok. Efendim. Nedim. Bilmiyorum işte. Tıraş losyonunu sen mi kullandın? Alman mıydı? Ne yapacaksın sen tıraş losyonunu şimdi? Atilay. Hadi ne olur gözünü seveyim. 4 saatte bir tren geçiyor. Evet. Hadi ben senden haber bekliyorum Atilaycığım. Hadi çüz. Hanım. Hanım. Ne var? Bu yıkanmamış ama. Gösteriş budalası. Öyle salınacağına git kızını bul. Ay pardon. Ata. Açık. İyi demlenmiş. Ha tamam. Doğrusu olan da bu zaten Mustafa. Tamam tamam. Ben seni İstanbul'da ararım tamam mı? Hadi iyi günler. Nedim. Jij blijft gewoon met de telefoon, ja? Ja. Als ik vandaag doorrijd, dan ben ik morgenochtend in Regensburg. Nedim, sen de babanla gideceksin. Moet morgen naar school. Allah Allah, ne zamandan beri okuluna düşkün oldun? Ata, sen tek başına gidemezsin anacığım, pek yorgunsun. Nedim de seninle gelsin, arkadaşlık eder, konuşur, seni uyutmaz. Hiç gerek yok ama. Var var. Hem sen şu öbür telefonunun bana numarasını bir ver bakayım. Op de zaak. Ja? Alo. Ata, ata ben. Güzelim neredesin? Alsana telefonu ya. Baksana. Evde yoksun galiba. Ama sana çok güzel haberim var. İstanbul'a geliyorum. Hadi bay bay. Wie was dat? Je moeder. Küçüklerime sağlık ver. Eğer benimki beni aldatıyorsa onu hak ediyorsa onu hak et. Ya Rabbim. Amin. Hadi bakalım. Şekerdal, Zucker. Aa. Sie viel zu tun, aber nicht gut. Al bakayım hadi. Ha. Gut Esen, gut. Bravo Anneke. Benim adam bir dümen çeviriyor anacığım. Fake nicht. Ja. Etwas lust mit Ata. Mit Ata? Ata. Ich glaub, jemand wartet auf in Istanbul. Wartet auf ihn? Darum Nedim mit. Anlıyorsun değil mi? Hiç fırsat vermeyeceksin anacığım bunlara. Hiç göz açtırmayacaksın. Anlıyorsun değil mi? Hmm. Alas männer ist kaputt. Was ist kaputt? Männer, männer, herifler ya. Ja, ja, männer. Ja, kaputt. Tüm hepsi. Bitte beachten Sie auch zusätzlich die Lautsprecherdurchsagen auf dem Bahnsteig. Ladies and gentlemen, in a few minutes we shall arrive at Regensburg. Warm brood met honing. Deze soep. Bij je bananenmilkshake. Ik stink. Alles plakt.
Kijk niet zo. Wenn die Zwillinge geboren waren, dachte mein Mann, ich bin nicht der Vater. Und er geht weg. Futschi. Futschi. Männer, Anadjum. Ich bin auch ausgeheiratet aus Deutschland. Aber er war auch nicht der Vater. Oh, deine Männer, bitte gülüyor. Wo ist er? Er ist weggegangen. Habe ich nie mehr gesehen. Oh, canım benim. Vater der Rostbo ist er. Auch weggegangen. Aber jetzt ist er gestorben, ist tot. Tot, mu? Krebs, hat Krebs gehabt. Er war ein schöner Mann. So ein schöner Mann. Aber meine Tochter, sie braucht einen Vater. Ach, canım benim. Erste Mal, ha? Ich... Ah, ist gut. Yoklar mı? Ben uçakla gidelim artık. Tamam. Tamam. Neyse ben seni İstanbul'da ararım. Hadi iyi günler. Nochmal. Ja, nicht gut. Ach, Anneke'cim gel seni öpeyim gel kardeşim. Oh, kız kardeşim benim. Ist gut, he? Ist gut zu reden ein bisschen, ne? Ha. Ja, ich kann nicht meine so viel. Meine Schwätzer. Ja, ist Schwätzer. Nedim. Hier heb je 400 mark. Kalk oğlum. Pak je tas maar uit de kofferbak. Neem maar een taxi naar huis. Dan kun je morgen weer naar school.
Roos, kappen. Hou op. Kappen. Kappen, Roos. Heer, kan ik die café bekomen? Nee. Hallo. Goedemorgen. Morgen. Hebben Sie een paar koeken voor twee hungrige meisjes? Twee hungrige meisjes? Nou, wie hungrig seid ihr denn? Oh, zo hungrig. Oké. En wat bekommen wir dan? Oh, Sie willen etwas terug? Je kan toch ook gewoon naar ze vragen? Wat? Je hoeft de kerels toch niet zo op te zitten, nee? Als je het gewoon eens vraagt, dan lopen ze gewoon door met hun koffie. Hé? Ja, maar ik verkoop mijn lichaam daar niet voor. Oh. Je bent zo jaloers, omdat ze altijd op mij vallen en niet op jou. Helemaal niet waar. Het begint me alleen maar een beetje de keel uit te hangen dat jij altijd iedereen kwijt kan. Rana is jaloers. Gaat Rana op. Is jaloers. Cookie? Vreet ze zelf maar op. Anneke, Roos und Rana nicht im Zug. Ja? Nicht im Zug. Atta geht fliegen Flugzeug. Nach Istanbul. Istanbul! Hat die je mee? Nee, bak. Komm. Drink je thee op de zon. Oef. Ik kom erbij aan, het is hartstikke gezellig. En Berge bij de liefste bij Roos. Wat? Alsjeblieft. Ze zijn echt mooi voor vandaag. Ze zijn echt leuk hoor. Ze hebben lekker eten, ze hebben lekker drinken. Ik kom uit Oostenrijk of zoiets. Nog erger. Chagrijn. Mag ik heel even? Straks. Nee, ik wil even wat schrijven. Het is nog niet klaar. Oké, dan zeg ik het wel. Sorry, Raan. Weet je wat volgens mij gewoon is met jou? Je weet gewoon niet hoe het moet. Hoe het moet? Alles. Hoe je moet kijken, hoe je moet kussen. Nou, ik heb genoeg jongens gekust. Ja, maar nooit echt. Wees eens eerlijk. Heb je ooit wel eens echt lekker gedronken dat je echt helemaal gek werd? Nee dus. Het is allemaal een kwestie van techniek hoor. En een beetje fantasie. Wil je het leren of niet? Kom op. We zijn toch vriendinnen? Oké. Anders doe je gewoon je ogen dicht. Les 1. Eerst wat je niet moet doen.
Je moet niet te slap kussen. Dat is zo'n weke, kleffe boel wordt. Dat overal niet gaan slissen. Bleh, very boring. Oké, tong. Iets verder, zo kan je toch niet tongen? Dat zou... Hey, kom dan. Maar nog erger is roeren. Ook wel geheten stofzuigen. Dat je echt met die tong zo... Je moet gewoon een beetje sexy kussen. Ja, als hij dit doet, doe jij dat. Een dans maken met die tongen. En een beetje verleidelijker kijken. Oké. Okay. Je moet wel langer hoor. Kijk, je moet het een beetje opbouwen. Niet meteen echt zo doen. Je moet gewoon... Niet als je zelfs een plek krijgt. Kan nog iets spannender, maar is niet gek hoor. Voor een beginner. Heel goed.
Naar die baanhof, de nächste baanhof. Şeyleri getir, fark etmez. Sana getiriyorum. Nedim, Allah seni kahretsin Nedim. Allah senin belanı versin. Eşek ol eşek, it ol it. Siktir. Lan senin Nedim. Lan Nedim. Ne var, ne oldu? Bir dakika. Ata ben. Evet. Nedim nerede? Tamam. Okuldan sonra beni arası, tamam mı? Neyin var? Ya hiç sorma. Çantayı bırakmışım orada. Boş ver. Merak etme sen. Aa, al bak. Alık alık bakmayın öyle. Hadi. Bu. Al bak. Başlayın. Hello. Merhaba. Nasılsınız? Bak bakayım elime. Hı? İyisiniz. Hello. Sinan, the brother van Ata. Gel bak, kaynanan hello. Seveceksin. Hi. Gel bakayım, al. Oh, sağ olun ya. O beni vurdu. Ne vuruyorsun lan? Evman. Ha? Kız, arsızlık yapmayın. O da ya. Beni vurdu. Şşş, şşş. Terbiyesizliğin alemi yok ha. Hadi es sen, es sen. Oh, götür, götür. How are you? Ganz violett. Das ist auch eine schöne Farbe. Was hast du mit den Haaren getan? Ja, das ist barsch. Sieht ja sehr gut aus, wirklich. Ja. Nein, 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 bestimmt. Super. Ja. Das ist wirklich trinken. Das ist sehr gut. Trink mal. Das geht ja gut. Ja, super. Die kommen noch. Are you all right? Nein. Ja. Was ist denn los? Wo ist deine Freundin? Ja. So, dann haben wir 436 Schilder. Was ist denn los? Haben wir schon wieder kein Geld oder was ist da? Hm? Ich habe kein Geld. Das macht 436 Schillinge. Ich habe kein Geld. Hm? Lass mal los. Ja. Lass mich los. Dann hier in Österreich wird das dann noch anders geregelt. Was? Hm?
Bismillahirrahmanirrahim. Kızımı doğru yoldan ayırma ya Rabbim. Nedim'i imanına kavuştur ya Rabbim. Küçüklerime sağlık ver ya Rabbim. İçki daha içersen beni gör. Amin. O son bölümünü atmış. Herhalde o yaşa anlamadığı için ne anlama geldiğini bilmediği için son iki. Gel bakayım kızım. Güzel kızım. Yavrum uyumadın mı sen? Hı? Niye uyumadın? Bebeğim. Annenin sinirleri bozuk. Natürlich noch ein. Ich verstehe es halt gar nicht. Are you still in school? Yes. Yes. And what do you? I'm a salesman. Ah, salesman. I work what in Europe. You leather. Leather. I work in Istanbul. Oh, I like Europe. Leather. You like it? You like leather? Super. Really? No. Yeah. Okay. Ich bin ganz los. Gut.
Papa. 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 Vaše pasoše, molim. Dobro pogledaj. Sve u redu. Sve u redu. Sretno. Za koji trenutak stižemo u Beograd. Mole se putnici koji nastavljaju putovanje za Sofiju i Istanbul da pređu u autobuse koji se nalaze ispred glavnog staničnog ulaza. Poffertjes. Poedersuiker. Poffertjes van mama. Met heel veel poedersuiker. Hoor je me? Ik wil naar huis. Ik wil in mijn eigen bed slapen. Ik wil hier niet meer zijn. Ik hoef niet meer. Ik heb pijn in mijn buik, pijn in mijn voeten, pijn in mijn hoofd. Dan moet ik daar zo in? Is kut. Ik haat je. Ophouden. Iemand aan. Ik wil niet meer. Ik wil gewoon naar huis. Het komt allemaal door jou, weet je dat? Het is niet waar. Het is wel waar. Ik haat je. Zonder jou was ik nooit weggelopen. Het komt allemaal door jou. Ik haat je. Jij wilde toch van het gezeik van nee, je moeder? Nee, ik haat je. Hou je bek. Zonder jou zit ik niet in deze kutstad. Het was je eigen schuld. Wat? Je hebt het allemaal zelf uitgelokt. Zeg dat nog één keer. Ik kut mij. Kut hoor ik. Van me af, Roos. Ik kan dat dus zeggen. Maar... Kappen. Wat kappen? Wat kappen? Dat vind ik zo misselijk. Godver... Kijk naar jezelf, Roos. Kijk hoe je erbij loopt. Wat? Kijk, wat? Hoe loop ik erbij? Zeg maar hoe je erbij loopt. Zeg maar. Rot op. Rot op. Stom krijg tering, bitch. Oh ja, god. Rot zelf op! Ik had nooit met je mee! Hier! Ga je bek, stomme trut! Goedkope dijf! Kutwijf!
The bus goes to Sofia? Не разумею. Sofia, Bulgar. А, да, 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 да. Sen merak etme, biz onları sınırdan alırız sonra. Bak, ben seninle şimdi konuşamam. Sonra alırım, tamam mı? Bırak ya yapmayı Atay'da, bırak. Sen trenin peşinden niye gitmedin bakayım, ha? Nedim'i niye götürmedin? Tabii seni kontrol etmesinden korktun, değil mi? Tamam be. Neredeydin dün akşam? Yine Mustafa'daydım diyeceksin, değil mi? Mustafa'da. Ha, baksana Nedim beni arayacaktı. Nedim nerede? Çabuk çağır telefona. Nedim. Oğlum bak, çantayı iyi sakla. Geldiğimde her şey olduğu gibi bulmak istiyorum. Yoksa ağzına tükürürüm senin. Gel lan hadi. Geç. Tamam. Ne yapıyorsun bunları? Geç. Dur.
Hört. Otur. Gel, buraya gel. Buraya gel. Gel dedim. Otur, çıkarma. Çok sevindim. Nasıllar, iyiler mi? Hı? Kızı muayene etmişler mi? Biliyorum yasak ama kızın nasıl olduğunu öğrenmek lazım değil mi? Yani istikbali söz konusu. Çocuklar, babanız Rana'yı bulmuş. Yavaş. Yavaş. Konuş hadi. Baba, ik ga toch met de trein. Ik ben toch groot. Ya şımarma. Ata, azıyor gene bunlar. Hı. Aman. Tamam. Ata, bak ne diyeceğim. O cep telefonu var ya, öbürü. Ha. Onu açık bırak, oldu mu? E seni aradığımda bulabileyim yani. Hı. Hadi çüz. Hadi gel bakayım. Gel. Annene gel. Hey. Zijn teruggevonden bij Turks grens. En mijn broer is bij ze. Allah 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 Allah, bu nasıl sevmek? Allah 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 Allah, bu nasıl gülmek? Bu nasıl sevmek? Bu nasıl gülmek? İnsan değil bu, sanki bir melek. Het is geen gezicht hoor. Nee. Ga je doen? Voor 15 keer stuur ik je hele muur. 4? Nee, ik moet werken. Ik moet de kinderen nog naar moeder brengen. Oma die wacht op jullie. Kom, jongens, jasjes aan. Kom maar. Ga je nou maar. Ik trek gewoon de deur achter me dicht. Geen probleem. Baksana güzel. Kızlar bizde kaldığı sürece ben bir sabahın odasında kalırım, tamam mı? Yani abim. Güldürme. Onlar uyursa yanına gelirim. Saçmalama. Allah Allah. Niye? Sanki kızlar farkına varmayacaklar olayım. Ya sen benim sevgilim değil misin? Hayır. Sen benim sevgilimsin. Ya yok ama sen benim sevgilimsin sanıyordum. Benim evimde sen benim sevgilimsin. İyi. Hoş geldin. Şükür kavuşturana ya. Paraları getirmedim ortak. Ciddi olamazsın sen. Çıldırdın mı ya? Ya bir şey oldu. Getiremedim yani. Kaldı orada. Kaldı. Yarın istiyorlar. Tamam. Ata, bu adamları tanıyorsun. Dört bir yandan tehdit ediliyoruz ya, biz. Ya, merak etme. Ben paraları bulup getireceğim. Ata, kurban olayım. Benim bir ailem var. Benim de ailem var. Tamam mı? Ben halledeceğim, tamam mı? Beni şimdi bekliyorlar. Gidip alacağım paraları. Telefon edecekler. Ben gidip alacağım paraları. Sen bekle. Ben hemen geleceğim. Allah kahretsin ya. Günaydın. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Sağ ol. Size hediyem var kızlar. Bu senin için. Pazardan saklar. And this is for you. Thank you. To protect you all your life. Evde rahat olun. Yiyecekler var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Yukarıda da kıyafetler var. Oldu? Unutmayın.
Okay. Wie is dat? Dat is Gülseren. Gülseren wie? Van Oyna. Van Oyna Şükür. Van Oyna Şükür, Şükür ja. Nee, je fles me. Je fles me. Je fles me. Slaap je daar. Ik ben het. Oyna Şükür, 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 een soort van Madonna. Elf. Ja. Engel. Mag wel iets gevulder. Zeker die Peugeot BH's voor jou aan. Is een idee. Yine kapalı. Öyle, ne yapalım? Hadi bakalım dua edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kızımı doğru yoldan ayırma ya Rabbim. Nedimimi imanına kavuştur ya Rabbim. Kocam beni gerçekten aldatıyorsa şeyini kaldır. Bim, bu akşam gezmeye çıkacağım. Günahlarımı affet ya Rabbim. Amin. Thank you.
Hallo met Tuba. Ja, dag schat. Hallo. Papa. Hey, luister eens. Anne evde mi? Is mama thuis? Nou, roep haar even, ja? Wist ze er niet? Kan ik je helpen? Een koffie. Ja? Alsjeblieft. Een sigaretta. Welke wilt u hebben? Marokko. Hè? Afghaan of Thai? Bundan, bundan. Şey var mı? Nein. Nein. Domates alır mısın? Tabii. Rus nerede? Ben yapıyorum. Ne surat öyle? Hiç. Ne oldu? Hiç. Neşesiz galiba. Biraz neşelendirelim mi? Neşelendirelim. Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan... Ya susar mısınız ya? Sabah sabah. Tamam, ben gidip bir dalayım. Anlaşıldı. Sen babamın neyle hoşlanıyorsun? Çok şirin, çok şeker bir insan. Ben seni anlamıyorum. Dünyada ne kadar erkek var ve bula bula babamı buldum. Dünyada başka erkekler yok mu yani? Tabii ki var. Fakat erkek, yiğit demek istiyorum. Yani senin de başka... Tabii ki var. Sadece onunla çıktığımı düşünmüyordun herhalde. Biliyor mu? Tabii ki bilmiyor. Baba! Şşşt, saçmalama. Kızım, gel gel. Süt çok güzel.
Peki senin erkek arkadaşların var mı? Yok. Peki kız arkadaşın vardır. Bu nasıl bir saçma soru be? Yine sinirlendi. Also, nein, also später, ja? Ja, Gerhard. What are you doing here? We invited you in the train, remember? Nice But shop. You alone? Yeah. I bought something nice for you. Here. Something special for a very special boy. I never thought I'd see you again after training. After those bastards that are your friends almost raped me. Yeah, I'm so sorry. I was really drunk. Those people are not my friends. I know. I know. You are different. It was Gerhard in my mind. You like it? Yeah. Do you think of me too? Oh, yes, very good. Welkom. Ja, Turks blauw. Het was een aanbieding. Ik dacht ik doe gelijk de rest van de kamer ook. Mooi, hè? Het is heel mooi. Dank je. Ik heb de hele nacht doorgewerkt. Ja. Ik heb ook de hele nacht doorgewerkt. Ontzettend moe. Ja. Ik wil heel erg gaan slapen nu. Ja, natuurlijk. Zal ik de slaapkamer ook doen? Nee, Ziel. Zie ik nog eens? Nee. Ja. Misschien. Vast wel. Ik weet het niet. Dankjewel, Sina. Ja. Chocolate all over the place. Ja. En you not chocolate boy anymore. Het is goed. Gerhard. I don't know. It feels so tired. Oh, it's all right. It's all right. Be careful. What did you do? You fucking bitch. Yapma. Kendisi yoktu. İki adam iyi gelmişti. Sana söylemiştim başımıza bela olacaklar diye. Orospu çocuğu kaç lira götürür bunlar? 40. 40 mı? Allah kahretsin. Geç abi.
Ha sen misin? Ne var ya? Kontrol mü ediyorsun beni ikide bir böyle? Allah aşkına telefonla konuşmayı, beni hastaneye ya yiyorum. Sen neredeydin dün akşam? İnanıyorum. Bütün gece seni aradım. Hayır konuşamam şimdi, başım belada benim. Da büyük belada. Mama? Ik wou even zeggen, sorry van die muur. De muur? Nee, ja, het komt wel goed met de muur. Nee, schat, maak je geen zorgen. Waar ben je? De Bosporus? Ja, die is heel mooi, de Bosporus. Jongens, roos aan de telefoon. Ja, daar ben ik ook geweest. Weet je dat? In Istanbul met je vader ben ik daar geweest. Ja, op huwelijksreis waren we toen. Op huwelijksreis? We hadden geen rode cent. Nee, maar we niet zoveel geld meer hadden, maar dat mijn vader nog per se één nacht in een heel chic hotel wilde slapen. Waarom? Ja, ze zei dat ik die impulsiviteit van mijn vader heb. En toen hebben we een hotel genomen wat aan het eind van de Orient Express lag. Ja, ik weet nog precies, kamer 301. Oh, Roos toch? Waar is hij eigenlijk aan overleden, je vader? Aan een maagbloeding of zo. Ja, we hebben het ook maar via van iemand gehoord. Moest je huilen? Ja, omdat mijn moeder moest huilen. Oh, wat een bed. Misschien ben ik wel in dit bed gemaakt. Het is antiek. Het zou heel goed kunnen. En ik ruik ook iets wat erop lijkt. Gadver. Waarom kun je altijd alleen maar aan seks denken? Het gaat hier nu juist niet om seks. Ik ben hier misschien gemaakt. Ik hier. Ik heb geen probleem met seks. Jij hebt een probleem met seks. Ga eens liggen. Ga eens liggen. Nou. Stil. Rana. Sst. Weet mama dat we hier zijn? Hier. Bij haar? De durumdan çok güzel bu. Bij haar? Hier abla. Zij is gewoon een hele goede vriendin van mij. En jullie mogen bij haar logeren. Is dat zo raar? Hoe kan je dat mama nou aandoen? Het enige waar je moeder nog geïnteresseerd is, Allah. 5 keer per dag. Ja, en hoe komt dat? Je bent er nooit. Pap, je bent veranderd. Je bent anders. Kuzum. Niks kuzum. Ik hoop dat mama ook een minnaar heeft waarmee ze nog een avond 5 keer mee doet. Achter elkaar.
Yok yok, güzel bir karı. Vallahi güzel. Ne oluyor ya? Arkadaşlar çekin. Bir de çekin. Lan oğlum git şuradan ya. Çekilin! Ne istiyorsunuz be? Batoş, belanızı versin. Ne yapıyorsun? Tamam, yıl. Ne işin var senin orada? Sana. Ne oldu? Allah sana ne olacak mı dedi sana? Tamam sen kavga falan unut da. Anladım. Sen ne istiyorsun? Ha? Sen niye geldin? Ben seni alıp götürmeye geldim. Bir de sen beni her zaman alıp götürüyor musun? Ama Adı ben seni kıskanıyorum herkesten ya. Allah Allah. Hadi biz kızları alalım. Ben seni bu kadar özlüyorum ya. Sen hiç beni özlemiyor musun? Çok özlüyorum. Dur. Allah Allah. Ben geldim. Jezus man. Dat hebben we toch maar mooi geflikt. Ik ben toch blij dat we het gedaan hebben. Op school zullen ze wel opkijken. Maar ze hoeven niet alles te weten, toch? Thuis hoef ik me geen zorgen meer te maken. Ze doen poeslief tegen me. Mijn moeder is hartstikke aardig. Gisteren hebben we samen wijn gedronken en gepraat. Mijn ouders lijken gelukkig met elkaar. Ik heb haar niet alles verteld, hoor. Misschien wist ik het wel van mijn vader. Wel van je vader en Gülseren. Ik vind het wel zielig voor mijn moeder. En Ronaldo kan de kleren krijgen. Eigenlijk al die kinderachtige, oversexte macho's. Ik moet steeds weer aan Gülseren denken als ik naar mijn vader kijk. Ik weet nu waarom vaders weglopen. Ik ben blij dat we gewoon met het vliegtuig naar huis zijn gegaan.